Ik ben Bas Welling, ik ben mede-eigenaar en oprichter van WeFilm, een filmproductiemaatschappij. En wij richten ons eigenlijk volledig op het creëren van reuring rondom merken. Dusdanig bijzondere films maken dat we die niet op hoeven te dringen, maar zo bijzonder zijn dat mensen daar zelf naar op zoek gaan, daarover schrijven en dat met elkaar delen. Ja, wij zijn 3 jaar bezig. Werken nu onder andere voor Heineken, voor Coca-Cola, voor Red Bull, voor KPN. De best bekeken viral van Nederland is Max de Hacker. 30 miljoen views. Een jongen die met zijn technische kwaliteiten alles kan hacken in de samenleving. Zijn we heel trots op. Recent hebben we een film gemaakt voor Nivea in Duitsland, waarbij een meisje op de airport geconfronteerd wordt met het feit dat ze gezocht wordt. 7 miljoen views in 2 weken. En momenteel hebben we een campagne voor Heineken Live, waarin we mensen overal ter wereld droppen. Dus dat is een beetje de gemene delen van wat we maken. Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat we de kijker centraal stellen en niet langer het merk. In de klassieke reclame gaat een merk nadenken, hoe kan ik mijn reclameboodschap en mijn features van mijn product zo makkelijk mogelijk naar de consument zenden. Dat is nu niet meer. Nu is het zo dat merken een soort platform bieden waarop consumenten met elkaar daarover gaan spreken. En nou, dan moet die content die wij maken inspirerend zijn om dat te doen. En wij geloven dat het eigenlijk dan aan 2 dingen moet voldoen. Aan de ene kant moet het dusdanig spraakmakend zijn dat mensen daar met elkaar letterlijk over gaan spreken. Dus nog nooit gezien, heel extreem, nou, op een of andere manier te gek. Maar aan de tweede kant moet het ook relevant zijn, want dat onderscheidt een grappig YouTube-filmpje van een, laten we zeggen, effectief marketinginstrument. Dus relevantie naar het merk waar we voor werken staat ook altijd centraal. Dus spraakmakendheid en relevantie zijn wat ons betreft de 2 kernwoorden. Ik denk dat de huidige kijker online heel erg op zoek is naar kwaliteit. Naar iets wat niet door een merk verteld wordt, maar wat, laten we zeggen, bijdraagt aan hetgeen dat hij zoekt. Hè? Wat een behoefte vervult van de kijker. En daarbij staat kwaliteit en vakmanschap centraal. Want dat vluchtige handheld gedraaide filmpje, dat was 5 jaar geleden. Momenteel draait het om kwalitatieve content die iets toevoegt. Ja, ik geloof dat de trend dat alles online per se korter moet zijn qua tijdsduur, dat we die wel een beetje gehad hebben. Juist nu is er behoefte aan kwaliteit, aan ook een beetje inhoud, aan misschien zelfs wel af en toe iets meer de documentaire rust die rondom programma's kan hangen. En dat juist nu dit beetje de tijd ingezet is, dat mensen daar ook weer de tijd en de rust voor nemen, omdat in die zin het medium zichzelf weer een beetje heeft bewezen daarin. Dus meer en meer maken wij dan ook filmpjes die niet hapsnap in 1 minuut allemaal heel snel verteld moeten worden, maar die een bepaalde kwaliteit krijgen door het een beetje de tijd te geven. En ik geloof wel dat dat het ding van de toekomst is. Ja, meer en meer zien merken ook dat de klassieke vorm van het plaatsen van bannetjes, het introduceren van pre-rolls, de klassieke manier waarop je online adverteert, minder effectief wordt. Er wordt minder op geklikt, het wordt meer als irritatie gezien en de manier om die reclame te pushen wordt minder effectief. Dus al die merken zijn ook op zoek naar manieren om online echt engagement te brengen. En wij geloven dat die content daarbij centraal staat en dat je bijzondere dingen moet brengen als merk die tot de verbeelding spreken. Nou, wat ik heel interessant vind is dat content volgens mij meer en meer echt centraal komt te staan. Uiteindelijk is dat waar de consument voor wil betalen. Uiteindelijk is dat waar de consument naar op zoek is. En volgens mij verklaart dat het succes van Netflix en HBO ten opzichte van de klassieke tv-zenders. Dus de content komt centraal te staan. En wat je ziet is dat die content ook steeds bijzonderder wordt. Ik bedoel, de series van HBO zijn echt te gek. Voor makers ook om te maken, voor de consument om te consumeren. Dus daar ligt de toekomst. Niet langer in de snelgemaakte, goedkope, hap-snap televisie. Maar in de kwalitatieve content waar energie in gestoken is, waar geld aan besteed is en waar mensen ook behoefte aan hebben. Ja, ik geloof dus dat de kijker steeds meer op het moment dat hij het wil, de content wil consumeren waarvoor hij voor kiest. En dat is natuurlijk op zichzelf een pre van on-demand waarin jij dat op jouw moment bepaalt. Ik geloof dat live eindelijk alleen een toevoeging heeft als het ook echt inhoudelijk gezien een toevoeging heeft. En dat live op zichzelf nooit een toegevoegde waarde is, maar alleen als de content daarom vraagt. Dus als second screen en je live interactie echt een meerwaarde heeft, dan heeft het een toevoeging. Dan is het een toevoeging. Als een voetbalwedstrijd je niet live bekijkt, dan is het eigenlijk niet spannend meer. Maar alleen bij dat soort situaties waarin live karakter echt een meerwaarde heeft, zal het een meerwaarde behouden.
Ja, in de klassieke wereld is het zo dat merken via op een push manier hun reclameboodschap zenden naar de consument en daarvoor de klassieke massamediale instrumenten inzetten. Maar wij geloven eigenlijk heel erg dat het netwerk van nu en van de toekomst, dat is niet het tv-netwerk, dat is niet het krantennetwerk, dat is niet het radionetwerk, maar dat is het sociale netwerk. Omdat daar mensen onderling met elkaar praten over merken. Dus dat is het netwerk van de toekomst en dat is waar iedereen op zal moeten anticiperen.